Hoe bevalt het, de eerste dag waren daarna? Ja, goed. Ik ben goed opgevangen. Ik kende natuurlijk al wat spelers en trainers. En ja, ik ben tot nu toe goed opgevangen, dus weinig om te klagen. Je bent met een omweg uiteindelijk in Den Haag beland. Hoe vind je dat zelf? Ik had het eigenlijk niet gedacht toen ik het begin van het seizoen voor de Heerenveen koos. Ik had een gesprek gehad met ook deze trainer en best wel goed gevoel aan overgehouden. Alleen ja, de keuze had ik eigenlijk al gemaakt voor Heerenveen en ja, de clubs waren er ook wat sneller uit. En, maar ja, toen ben ik toch blij dat ADO toch wel snel weer interesse heeft getoond. En dat het ook wel zo snel rond is gekomen, terwijl ik hier ook heel snel ben. Stond het voor jou gelijk vast toen ADO Den Haag zich meldde dat jij hierheen wilde? Er waren wel wat geïnteresseerde clubs. Alleen ja, toen ADO Den Haag voorbij kwam, kreeg ik eigenlijk alweer een beetje hetzelfde goede gevoel als begin van het seizoen. En toen heb ik nog even met de trainer gesproken en toen was de keuze al snel gemaakt. Ik had niet echt bedenktijd nodig. En ik zei van ja, ik wil gewoon heel graag komen de laatste half jaar jullie proberen te helpen. En dus ik hoop dat snel in orde komt. En dat is eigenlijk best wel snel gebeurd. Ja. Hoe was jouw positie in Heerenveen? Een beetje moeilijk te omschrijven. We hebben natuurlijk veel buitenspelers en ik viel wel gewoon altijd in. Maar er zat niet echt een basisplaats nog in. Ik weet niet of dat had kunnen veranderen als ik was gebleven. Maar ik merkte gewoon dat ik hier meer kans heb om te spelen. En dat is, ik zit al een jaar ongeveer op de bank en nog een half jaar VV nu. Dus ik vond gewoon dat het tijd was om te spelen. En ik denk dat ik hier meer kans heb. Dus daarom was de keuze ook wel makkelijk gemaakt. ADO Den Haag staat momenteel 16e. Was dat voor jou van belang dat ze eventueel zo laag staan? Nou ja, het is niet dat je denkt van ik wil spelen. Ja, 16 is wel laag natuurlijk. Maar als je kijkt naar het team, het is gewoon een goed voetballende ploeg. En ja, andere spelers ook bij VVV. Alleen ja, ze hebben ook veel pech gehad, vind ik. En ze staan gewoon te laag. En ik denk dat het vanzelf wel goed gaat komen als je ziet wat ze dan tegen Feyenoord presteren en Twente. En ja, en dan toch tegen die kleine clubs is het dan. Deze competitie weet je dat toch nooit. Maar ik denk dat we gewoon goed gaan doen tweede helft van het seizoen. Kun jij toevoegen aan dit ADO Den Haag? Vooral veel diepgangen. Ik weet ook hoe het is om te bikkelen, degradatievoetbal om het zomaar even te noemen. En, want dat heb ik bij VVV ook 2 jaar lang gedaan. Dus ik denk dat ik met die gewoon beslissend voor de goalen met assist en doelpunten helpen om de punten binnen te slepen eigenlijk. ADO Den Haag zocht een gifkikker met scorend vermogen, ben jij dat? Een gifkikker, dat niet echt. Ik ben niet echt iemand, maar ik weet wel wat er gevraagd wordt. Dus dat kan ik wel meenemen. En scoren, dat zou ik dan maar moeten laten zien. Klopt het dat je morgen niet mag spelen van Heerenveen? Ik heb ook nog een beetje last van mijn bovenbeen, dus dat speelde ook wel mee. Alleen hun wouden, het is een beetje raar. Maar ik begrijp het aan de ene kant wel. Het is voor mij ook moeilijk om te spelen tegen Heerenveen, omdat ik daar toch onder contract sta. En hun hebben ook de punten nog. Maar ik speel nu voor ADO, dus ik had ook graag willen spelen. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel het beste zo is. En het team heeft het afgelopen weekend goed gedaan. Dus en het team blijft staan. Dus ik hoop dat ze morgen voor ons een goed resultaat mee naar huis nemen. Wat gaat nou je doel worden het komend half jaar? Terug naar Heerenveen? Of hopen dat ADO de optie ligt en jou koopt? Dat weet ik nog niet. Zover wil ik nog niet kijken. Ik ben nu hier gewoon om te gaan voetballen, want dat heb ik te weinig gedaan afgelopen half jaar. En wat er in de zomer gebeurt, dat weet je toch nooit. Eigenlijk is het zo dat ik terug moet, omdat ik daar nog gewoon een contract heb. Maar zoals ik zei, in de voetbalwereld weet je het nooit.